de rijkelijk versierde Moorse poorten van het 13e-eeuwse koninklijk paleis Dar el Marken is in het centrum van het moderne stadsdeel van Fes, Fes el Jedid, gelegen. Ondertussen doet het dienst als regeringsgebouw en wordt het ook gebruikt af en toe door de koning wanneer hij in Fes vertoeft. We maken een wandeling door de Mellah, de Joodse wijk die in 1438 werd opgericht. Wat hier toonaangevend is, zijn de houten balkons. Fes is met zijn 1 miljoen inwoners na Casablanca en Marrakesh de grootste stad van Marokko. Hier is eigenlijk de 13e eeuw blijven stilstaan. Fes is de best bewaarde stad in de Arabische wereld. Het is een labyrint van 9400 smalle steegjes en straatjes, pleintjes en minaretten, moskeeën en medersas. Dit zijn Koranscholen. In de stad zelf kom je geen auto's tegen, alleen kleine gemotoriseerde voertuigen en pakezels. Aan de zuidkant van Fes, op een heuvel, ligt het fort Boy Noord, dat gebouwd is in 1588 op bevel van de sultan Ahmed Massour, waar nu een wapenmuseum is in ondergebracht. Van hieruit heb je een mooi uitzicht over de oude stad Fes. We starten onze wandeling in de oude stad langs de zuidelijke toegangspoort. En inderdaad, de straatjes zijn zo smal dat je soms zijdelings mekaar moet passeren. Je komt ogen tekort om alles in uwe op te nemen. Onderweg kom je allerlei ambachten tegen. Prachtig versierde moskees en talloze winkeltjes. Eigenlijk te veel om op te noemen. De bedrijvigheid die er heerst is moeilijk te omschrijven. Ik zou zeggen, geniet van de beelden.
Van deze rivier wordt dankbaar gebruik gemaakt door de leerlooierijen in de buurt. Hoe dichter je tegen de looierijen aankomt, hoe erger de stank. Bij het binnenkomen van deze leerlooierij kregen we bij de ingang een takje munt om af en toe onder onze neus te houden. Anders was de stank niet te harden. Hier worden op ambachtelijke wijze huiden geverfd en gelooid. Volgens mij een heel ongezond en zwaar werk. Zoals op vele reizen hoort een bezoek aan een tapijtenzaak tot het programma en krijgen we een toelichting hoe hier de tapijten worden vervaardigd en tonen ze enkele exemplaren. Het middagmaal gebruiken we in een riad. Dit is een oud traditioneel Marokkaans huis. Riad Le Rempart de Fès wordt uitgebaat als hotel en biedt in zijn restaurant traditionele Marokkaanse gerechten aan.
Hier bevinden we ons in een aardewerkatelier, waar men allerlei technieken toelicht, van het pottenbakken tot het werken met mozaïeken. Aan de oostkant van de stad vind je een van de mooiste en bekendste toegangspoorten, de Bab Beaujolais. De poort werd gebouwd in 1913 en ziet er langs beide kanten anders uit. Aan de buitenkant heeft ze een blauwe kleur en aan de binnenzijde een groene. Tot slot nemen we een kijkje in de Madrasa Bouignana, een school waar men naast de Koran ook klassieke vakken worden onderwezen. Op de verdieping bevinden zich de kamers van de studenten en de lessen worden gegeven onder de rijk versierde booggewelven langs beide zijkanten van de binnenplaats. Deze school werd gebouwd tussen 1351 en 1356 in opdracht van Sultan Abu Inan Faris. Overnachten doen we in het prachtige Royal Mirage Fes Hotel. Dat beschikt over 271 mooi ingerichte kamers, een goed restaurant en een vriendelijke bediening.